En dan denken we met z'n allen dat er 8 Nederlandse darters in actie komen tijdens het WK hier in Alexandra Palace. Nee, het zijn er 9. Want vandaag kwam er opeens Owen Roelofs bij. En Owen, jij staat hier bij me. Jij speelde in 1 keer op het podium. Wat was dat voor een wedstrijd? Het was een kwalificatieronde die moest gooien bij de JDC. En tot aan de finale. En dan kwam je op Ellie Pelly terecht. En dat was een hele mooie belevenis. Hoe zie jij de toekomst voor jezelf voor je? Ik bedoel, als darter. Ja, ik hoop volgend jaar de Development Tour te gaan gooien. Ja. En daaruit hoop ik het WK, de Heren WK te halen. Dat is de droom? Om hem te winnen is de droom, maar om het te halen is ook al mooi, ja. Nou, stap voor stap. Eerst halen, hè? Daarom. Ja, eerst halen en daarna verder kijken. Je weet nu wat het is, want je hebt op het mooiste podium gestaan wat er is hier in Alexandra Palace tijdens het WK. Vertel eens over hoe het ging. In het begin ging het goed. Ik kwam snel 2-0 voor. Rusty gooide niet zijn beste 2 legs. En later begon Rusty steeds meer zijn triples te vinden. En ik begon steeds minder triples te vinden. En toen werd het gauw 3-2. Hij miste een paar pijlen voor 4-2. Dus 3-3. 4-3. Hij miste 6 matchstarts. 4-4. En toen had ik nog een kans op 120. Maar toen gooide ik een 1. En ja, toen, daar begon je toen mee. Ja, en dat was het wel. Owen Roelofs. Volgens mij gaan we nog veel van jou zien in de toekomst. Dat hoop ik wel, ja. Je bent 15, nou over een jaartje of 7, 2025 het WK? Ik teken ervoor. De handshake van Owen Roelofs. En we gaan natuurlijk dan over een jaartje of 7 zien voor wat het waard is. Maar dat hij vanmiddag hier op het podium zijn wedstrijd tegen Rusty Jake Rodriguez mocht spelen, was natuurlijk al een droom die uitkwam. De 9e Nederlander in actie hier in Ellie Pelly. Fantastisch.